Goedendag, kijk naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We gaan uitgebreid in op het weer dit weekend. Maar we beginnen natuurlijk bij vandaag. We zien dat er veel bewolking boven Nederland hangt, maar dat het uiterste oosten nog lange tijd volop zonneschijn had. Daar bleef het tot ver in de middag vrij weer, kwam de bewolking pas in de namiddag. Vanavond wordt de bewolking overal dikker, gaat het regenen en motregenen en ook in de nachtelijke uren regt het. De wind neemt aan zee dan toe naar windkracht 7, dat is een harde wind en draait van zuidwest naar noordwest. Morgenochtend trekt de regen snel naar Duitsland weg, daarna hebben we lange tijd droog weer met zonnige periode. Prima weer dus op de zaterdag, en daar weer temperaturen van 6 tot 8 graden en stevige wind. Zaterdag in de namiddag en avond gaat het regenen en ook in de nacht naar zondag en zondag overdag is het vaak nat. De wind neemt verder toe, zondagmiddag in het noorden kans op een zware windstoot van 100 km/u. Wel zacht, 10 tot 12 graden. Maandag en dinsdag blijft het ook zacht en wisselvallig. Wens u een goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.